Yo, Nintendo-fans, welkom bij een nieuwe Pokémon-video. We gaan vandaag weer verder in de Crown Tundra-serie. En we zijn bezig met de legende van Calyrex. En die staat hier opnieuw op ons te wachten. Want we hebben wat dingen uitgevonden over zijn legendarische paard. Althans, als het echt een paard is. Een steed. Het is de letterlijke vertaling van steed. Ja, oké, dat is wel gewoon paard. Ja, joh, dat kon ik jou ook wel vertellen. Ja, dat kom je altijd weer achteraf, hè, Piet? Altijd makkelijk om achteraf stoer te doen. Anyway, Calyrex die zegt weer krakroon. Oh, kijk, Peony die komt er al gelijk aan. Die begreep al dat hij even moet helpen hier zo. Kijk, daar gaan we weer. Zijn pet zweeft ook echt achter zijn hoofd, achter zijn tas. Super grappig. Calyrex vraagt, heb je iets uitgevonden over mijn loyale paard? Ja, zeker wel. Maar ik moet even weten welke kleur jouw paard heeft. Calyrex is vergeten wat het favoriete eten was, want dat wilde hij graag weten. En hij vraagt nu, wat kan hij niet weerstaan? Welk eten? Ja, het gaat in ieder geval over carrots, over wortelen. Calyrex begint zich nu iets te herinneren. En hij zegt ook, ik sta bij je in het krijt. Je hebt iets van me te goed. Wat we nu moeten doen is duidelijk. We moeten de wortels gaan vinden. En als we de wortels hebben, dan komt hij misschien wel weer terug. Als we gewoon één zaadje kunnen fixen, dan kunnen we zelf wat wortelen laten groeien. Nou, dat hebben we in de vorige aflevering kunnen zien. Er is hier wel iemand die die dingen verkoopt. Doe even trouwens een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je dit toffe video's vindt, want op dit kanaal vind je elke dag Nintendo video's. En dan gaan we eens kijken of hij ons wat wortelen wil verkopen. Ik heb precies 8 Dynite Ores, omdat ik natuurlijk die raid heb gedaan. Dus ja, ik geef je die Dynite Ores wel in ruil voor wat zaadjes. Een hele zak van zaadjes voor wortels, dus dat is top. En het hangt er vanaf in welk veld je dit plaatst, welke wortel je krijgt. Want we moeten dus of lichte wortels of donkere wortels hebben. Maar dan moet ik eerst weten welke kleur dat paard heeft natuurlijk. Calyrex, kan jij me daar iets meer over vertellen? Was jouw paard wit of was jouw paard zwart? Ah, Calyrex die zegt, wow, je hebt die zaadjes gevonden. Nee joh, hoe dan? Ja, deze velden in het dorp, die mogen wij niet gebruiken. We moeten rijke grond vinden. En daar kunnen we die zaden dan laten groeien tot wortels. Maar ja, waar is dat? Ja, dat mag jij me gaan vertellen, Calyrex. Ik weet het namelijk niet. Oké, als we dus langs deze kant... Ja, daar... Oké. Hier hebben we een veld. En dat ligt in de sneeuw. En daarnaast zijn nog wat restanten van een oud huis. En het andere veld is bij een begraafplaats of zo. Wij moeten die zaadjes even gaan planten. En nou hadden ze het natuurlijk in de boeken in de vorige aflevering over een spooktype en over een ijstype paard. En nou denk ik dat je het ijstype paard dus kan vinden als je die zaadjes plant in het ijs. Of tenminste in het ijsgebied. En het spooktype, dat kan je waarschijnlijk krijgen als je je zaadje plant in het begraafplaats. Of het veld bij de begraafplaats. Hey, daar hebben we een Eevee kindje. Die begint te praten tegen haar oma. En ze vraagt, kan je nog een keer dat liedje zingen over dat paard, over die paard Pokémon? En oma zegt, natuurlijk, natuurlijk kan ik dat. Ijsroetwortels, koud als ijs, worden allemaal opgegeten door het witte beest. Shaderootwortels, donker als verdoemenis, opgevreten door het spookachtige type. Ah, kijk, ja, precies wat ik net zeg inderdaad. Ik denk dat ik wel een spookachtig type wil. Ik heb ze allebei nog niet gezien. Ik heb er nog geen plaatjes of iets van gezien, dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. En nou ben ik ook benieuwd, welk type heb jij eigenlijk gekozen? Ben jij voor het spooktype gegaan of ben je voor het ijstype gegaan? Want ik weet dat veel van jullie ook gewoon zelf de Crown Tundra spelen. Dus laat het even achter in de reacties. Dus even kijken. En dan moet ik even op zoek naar de begraafplaats. Deze velden die zijn niet goed. Volgens mij moest ik een klein beetje naar beneden, want ik was er net al bij die begraafplaats. Even kijken waar we naar beneden kunnen. Ja, dat was hier volgens mij. Dan gaan we deze kant op. Hier rechtdoor. En dan komen we hier uit bij die begraafplaats. Even snel. Oh, ik wil even snel die Pokéball oppakken. Maar we komen even een Sinistee tegen. Pak hem, Aerodactyl. Lekker gedaan, man. GG. In één keer. Gabite gaat nu een leveltje omhoog. En ja, die gaat evolueren naar de badass Garchomp. Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk wat jullie favoriete draak-Pokémon is. Zelf vind ik Salamence heel vet. Maar ik moet je zeggen, deze vind ik ook wel tof hoor. Garchomp wil ook gelijk even Crunch leren. Dat mag sowieso in plaats van Takedown. Maar ik wou dus even snel deze Pokéball pakken. Een Soothbell, nice. Even kijken, dit is inderdaad de oude begraafplaats. Ja, hier moeten we zijn. Kijk. Top, hier kunnen we die zaadjes in leggen. En dat gaan we dan ook doen. Dus ik ga voor het spooktype. En daar zijn Calyrex en Peony ook weer.
Calyrex zegt, ik zie dat je één zo'n veld hebt bereikt. En als je hier zaadjes inplant, dan krijg je dus de Shade Root wortels. Calyrex gelooft inderdaad nog wel dat zijn paard inderdaad deze lekker vindt. En als dat inderdaad zo is, dan moet het wel een spooktype zijn. We beginnen te graven en we hebben de zaadjes geplant. Ja, nou duurt het waarschijnlijk wel even voordat ze gaan groeien, of niet? Of heeft Calyrex gewoon krachten? Kan Calyrex de zaadjes gelijk laten groeien? Volgens mij is dat wel wat hij wil gaan doen. Oh, hij doet een dansje. Zo grappig dit. Oh, lekker. En Pioni die helpt ook even mee. Kijk maar, hij doet helemaal zo. Dit ziet er wel goed uit trouwens. Dit ziet eruit alsof die zaadjes gelijk gaan groeien, jongens. Ja. Ja, er gebeurt wat. Er gebeurt wat. Daar is die. We hebben één wortel. Calyrex zegt ook, je hebt zoveel zaadjes geplant. Maar mijn krachten die moeten nog wat beter worden. En hij wordt er een beetje verdrietig van dat hij zo zwak is. Maar hé, maakt niet uit. We hebben één wortel. Ik denk dat dat genoeg is. Laten we die wortel eruit trekken. Hoppakee. En we hebben de Shade Root Carrot. Wat gaan we nu doen? Vertel het me, Calyrex. Deze wortel is de sleutel naar succes. Alles wat hij nu nodig heeft is de Reins of Unity. Dat versterkt mijn kracht. En dan kan ik weer rijden op mijn paard. Daar is die. Hij komt gewoon nu al. Zo snel. Yo. Oeh, die is vet. Dit is een super toffe Pokémon. Calyrex is super verbaasd. Wat? Ben jij het echt? Ben jij het echt? Ja, dat is hem. Dat is hem sowieso. Het brengt allemaal herinneringen terug bij Calyrex. Oh, dit is super vet. Laten we erachteraan gaan, Calyrex. Kom op. Calyrex gelooft dat hij teruggaat naar het stadje, naar het dorpje. Dus we moeten naar Freezington. Freezington is in gevaar. Want hij denkt dat het paard gewoon even daar gaat proberen om alle wortels te stelen. Omdat hij dus niet snapt waar de geur van die wortel vandaan kwam. Dus laten we heel snel teruggaan naar het dorp. Ik stap even op mijn fiets. Ik denk dat we deze kant op moeten door de Giant's Bed heen. Ja, kijk, dan komen we weer in een besneeuwd gebied. Frostpoint Field inderdaad. En dan zijn we nu, als we hier om de hoek gaan, weer terug in het dorpje. Oké, ik hoop dat alles nog goed gaat hier. Ja, zo te zien niet. Oh, daar is die! Daar is die. Oeh, wat vet. Daar staat hij gewoon. Oh, ik vind het een vette Pokémon. Oké, de mensen zijn een beetje boos volgens mij. Oké, rustig aan paardje. Rustig aan. Je maatje Calyrex is hier. Chill hem. Rustig aan paardje. Spectrier heet deze Pokémon. Ik ga Garchomp inzetten. Ik denk dat ik hem sowieso niet kan vangen. Maar Spectrier die wil inderdaad mijn wortel hebben. Mijn Shade Root wortel. Hij is level 75. Oké, ik ben bang dat ik hem niet kan gaan verslaan, jongens. Level 75, man. Dat is super hoog. Ik heb toch niet zulke sterke Pokémon. Ik heb mijn Pokémon nog niet echt getraind. Deze aanval is wel super effective. En het is een critical hit. Dus ik ga hem gewoon proberen te vangen. Alsnog met de ultrabal. Nee, dat lukt niet. Ik kan hem niet vangen. Oké, als hij nog een keer gewoon double kick doet, dan ga ik het wel overleven. Shadow Ball, die gaat me natuurlijk wel meer pijn doen. Pas op, Gabba, Garchomp. Oef, lekker. Oké, en dan is het gelijk klaar met nog een crunch. Lekker, man. Hoppakee, level 75 Pokémonnetje verslagen. Mijn Spectre is wel vet, jongen. Vette nieuwe Pokémon. I love him. Die wil ik sowieso in mijn teampje hebben. Maar ja, dat gaat dan niet. Altaria gaat een leveltje omhoog naar level 64. Oeh, kijk hem staan. Wat een badass. Oké, Calyrex. Ik heb je hulp even nodig. Calyrex, kom op. Ga naar je paard toe. Rustig aan, vriend. Rustig aan. Ik heb het goede met je voor. Ik wil je geen pijn doen. Oh, nee. Nee. Niet die mevrouw aanvallen. Kom op. Lekker Calyrex. Calyrex laat hem stoppen. Nice. Woe, dat ging bijna fout daar. Oh, maar hij rent weer weg. Nee, kom terug. Dat ging bijna fout, hè, mevrouwtje. De mensen vragen of het goed gaat met dit vrouwtje. En zij zegt van... Nou, het lijkt net alsof iets ervoor zorgde dat hij stopte. Dat hij me niet aanviel. Oh, daar ligt iets. Blijkbaar heeft het paard iets laten vallen. En wat is dat dan? Oh, een stukje van zijn zwarte maan. Een stukje haar. Of een plukje haar, denk ik. De burgemeester zegt... Oh, hoe kan ik je ooit bedanken dat je de mensen hebt gered hier? Ik had geen vermoeden dat die Pokémon nog bestond. En het lijkt erop dat dit de Pokémon is uit de sprookjes. Inderdaad, het paard van de koning. De burgemeester gaat er even goed over nadenken. En hij heeft nog wat te vertellen over het haar. Namelijk, als je een beetje zwaait met het haar... en je voegt het samen met een Radiant Blossom... dan maak je... de Reins of Unity. En daarmee komen de koning en het paard weer samen. Maar ja, waar vinden we zo'n bloem? Waar vinden we zo'n Radiant Bloom? Calyrex, jij mag me even gaan vertellen waar we zo'n ding vinden. Yo, man. Kijk, hij lacht gewoon een beetje.
Hij ziet er echt super schattig uit als hij lacht. Nu ziet hij er zo serieus uit. Ja, maar dit gaat goed, jongens. We zijn goed bezig met deze legende. Kellerak zegt, als ik mijn volwaardige kracht had, dan had ik het paard kunnen temmen. Maar ja, dat gaat niet, want ik ben nog steeds verzwakt. Hij heeft dus die Reins of Unity nodig. En ja, wij kunnen een setje maken, want, maar dan hebben we wel een bloem nodig, meneer Kellerak. Alleen die bloem, die moet jij even laten groeien. Het is al eeuwen geleden dat ik zo'n bloem heb laten groeien, want dat kost mij zoveel kracht. Maar een klein beetje kracht is teruggekomen, want de mensen beginnen volgens mij het geloof weer terug te vinden. We moeten één ding doen. De Radiant Flower laten groeien. Oh, wacht even. Heeft dat met jouw hoofd te maken? Kan je dat gewoon nu doen? Hier zo? Holy crap. Oké, dat lijkt me een aardige bloem aan het geluid te horen. Kronus bloemes. Dit hebben we nodig. Een radiant petal. Maar wat moeten we daarmee doen? Want dit is niet een hele bloem. En hij zegt ook, ja, sorry dat ik het moet toegeven, maar een hele bloem, dat kan ik nog niet maken. We moeten dit blaadje gaan gebruiken. We moeten het gaan proberen. Maar hoe gaan we dat dan maken? Volgens mij moet ik terug naar de burgemeester. Want Kellerax die zei net dat de afstammelingen van degene die dat ooit hebben gedaan hier leven. En de burgemeester zei net dat inderdaad een van zijn voorouders dat heeft gedaan. Hallo burgemeester. Kan je mij helpen? Ik heb wat nodig van je. Jij moet een set maken van de Reins of Unity. Oh, dat is een probleem. We moeten zijn overgrootvader vinden. Oeh, hij lijkt het zich toch te herinneren hoe het moet. Ga je het gewoon doen, vriend? Ja, kijk, we moeten het materiaal gewoon even aan hem geven. Dan gaat hij het toch proberen. Ja. Ja, klik, klik. Oh, nee, het is niet gelukt. Oh, wie komt daar binnen? Pioni komt daar binnen. Ja, je gaat me niet vertellen dat Pioni dit kan, hè? Oh, Pioni die gaat even klagen over het hete water in zijn douche. Dat werkt niet. Pioni, wat kom je nou doen, jongen? Dit is heel belangrijk. We zijn met belangrijke dingen bezig, vriend. Pioni die zegt, geef me die materialen maar. Dan ga ik het wel even doen. Serieus? Fix jij dit gewoon? Heb jij... Nou, Pioni die fixt dit gewoon even voor ons. Nee, joh. Hij heeft toch nog meer nut dan alleen maar de spreekbuis zijn van Kellerax. Nou, helemaal top. Dan hebben we dit toch even samen gefixt. Nice, hoor. Nice. Kellerax, ik heb je spulletjes. Kijk. Ja, hij neemt er weer over. Yo, Kellerax, het is gelukt, man. Oeh, en Kellerax die heeft sporen gevonden van zijn paard. Hij is te vinden in de Crown Shrine. En de Crown Shrine die is daar... Ja, daar bij die berg in het noorden, bij die boom, denk ik. En dat is waar we nu naartoe moeten. Ja, alleen, dat is dus daar. Hoe kom ik daar? Kijk, die is helemaal hierboven. Dus dan moet ik eerst naar beneden, dan hier helemaal langs, dan hier naartoe. Blijkbaar een grot door en dan kom ik daar uit. Even kijken, ik denk dat ik hier naartoe moet, naar de Snowslide Slope. Gaan we weer een Metank proberen te vangen, jongens? Ja, die is wel goed, hè. Dit is wel een goede Pokémon. Ik ben benieuwd, jongens. In de eerste aflevering lukte het gewoon niet om deze Pokémon te vangen. En volgens mij in deze aflevering ook weer niet. Hey, kijk, het is gebeurd. Het is gebeurd, we hebben hem toch kunnen vangen. Het heeft me in totaal, denk ik, zo'n 50 Ultra Balls gekost. Maar hey, we hebben hem. En nu hebben we dan toch echt een volledig Crown Tundra Team. Oké, maar we moeten dus naar... Wacht even. Deze is wel dik. En aangezien we Amara alleen maar kunnen evalueren in de avond... Ja, dan is het op zich wel handig om deze Aurorus gewoon te vangen. Want ik neem altijd op overdag. Zo echt een mooie Pokémon ook, hoor, deze. Ik vind hem wel... Juist. Dat gaan we een ander keertje doen, denk ik. Ik had niet verwacht dat ik hem in één klap zou slopen, namelijk. Nou, dan gaan we gewoon rustig aan deze berg op. Ik heb het gevoel dat we wel de goede kant op gaan. Als het goed is komen... Ja, kijk, nu komen we inderdaad uit bij een grot. Het zijn twee grotten, twee ingangen. Hoop dat ik de goede ingang heb. Dit is de tunnel to the top. Dat klinkt in ieder geval alsof we de goede ingang hebben, ja. Dan gaan we hier naar boven... Probeer altijd zo ver mogelijk naar boven te gaan. Nu ziet het er weer uit alsof we een stukje buiten zijn. Ja, hier naartoe. Ik ben benieuwd of hier ook nog een boeiende Pokémon is voor ons om te vinden. We zijn hier natuurlijk al geweest. Oh, kijk, hier is nog een klein paadje naar boven. En eens even kijken. Path to the Peak. Ja, kijk, dit ziet er legendarisch uit. Volgens mij zijn we goed gegaan. Ja, dit is sowieso de goede kant, hoor. Ja, hoor. Daar is het. Super vet. Ja, het is zo'n vet gebouw ook. En hier gaan we hopelijk Kellerax dan samenvoegen met zijn paard. In de Crown Shrine. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie vet vindt. Abonneer op dit kanaal als je het wil blijven volgen en iedere dag Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!